Nog altijd houden in de Nederlandse heidegebieden de schaapherder en zijn hond trouw de wacht over de witgewolde kudde. Ede heeft zijn 16e heideweek gehouden en daarin speelden de schapen een voorname rol. Een grote kudde ging 's ochtends in alle vroegte op weg naar het dorp. De speciale dag van het schaap, die tijdens de heideweek op touw gezet was, begon met een grote schapenmarkt. Heel wat wolleveranciers veranderden na lange onderhandelingen van eigenaar. Heidekoningin Kaluna de 16e, speciaal uit Canada overgekomen, schafte zich ook een schaap aan. Haar majesteit, die jaren geleden naar Canada emigreerde, bleek de handelsgewoonte nog op haar duimpje te kennen. Tot de festiviteiten van de Schapendag behoorde het ringsteken per kruiwagen. Het echtpaar van Donkelaar uit Ede bleek het in dit merkwaardig tijdverdrijf het verste hebben gebracht. De prijs die dit behendige echtpaar veroverde was het door de heidekoningin gekochte schaap. De levende hoofdprijs stond er wat schaapachtig bij.